Goedendag, dames en heren, en welkom weer. Nou, we zijn terug van vakantie en het regent. Een beetje. Dit is een beetje een staart van de tropische storm, of eigenlijk misschien wel orkaan Franklin. En er is er ook eentje nu bezig in Florida, die komt deze kant niet op. Maar we zouden eigenlijk weer een orkaan krijgen, maar deze blijft mooi op zee. Maar we krijgen er wel veel water van, maar daar waren we ook niet verlegen om. We hebben water zat gehad, te veel eigenlijk. In de voorspelling stond 50 tot 75 mm, ik denk dat het meevalt. Maar het pist wel lekker door zo. Wat gaan wij vandaag doen? Ik kreeg laatste keer de vraag van, nou, kunnen we een keer iets met veer doen? Nou, we gaan iets met veer doen. Wat is hier aan de hand? Wij hebben hier natuurlijk het jongvee. En deze dame, die is vrij groot, maar die is gelukkig ook drachtig. En er zijn er nog één of twee meer. En die moeten eigenlijk wel even met de droge koeien in. De droge koeien staan achter die deur. Dus die deur moet open. Dan doen wij die pinken, laten wij even daar naartoe lopen. En dan doen wij die kleintjes daar. Die doen wij dan even, die kleintjes, of in elk geval die twee grootste, eventjes daarbij in. Want dat zijn boefjes, want die zijn aan beunen met dit hek. En die breekt het hek af en die staat met ook, en je kunt wel zien, we hebben een beetje professorisch aan elkaar geknusseld. Maar die breekt heel de tijd het hek af en die stapt er dan uit. En dat is lastig. Dus, ja, Nick loopt in stage. En we hebben een paar pelletjes om die over de mestafstort te gooien. Zodat die beesten daar naartoe kunnen lopen. In het kader van een schijnveiligheid gaan we de spelnectar eerst even opleggen. Waarschijnlijk toch wat stevig. Het is gestopt met zachtjes regenen. Ja, oh. Nou, even mijn deur op. Openhoudapparaat.
Iets hoger. Ja. Zo open je een deur en hou je hem op de plek. Als het niet werkt, zoals hoor. Nu leggen wij dat spijlenhek leggen wij over hier over de afstort. Voor de stevigheid. Dan nemen wij die pallets. Die leggen we daar bovenop. Een paar van die rubber matten. En als het goed is, zou het moeten willen. Pak het er dan maar af, hè? Ja, meteen. Oh! Mag het maar. Goed. Ja. Ja, dat is wel goed. Ik ga hier op de vingers. Fase 2. Oké, dat is daar. Eentje die biedt zich al vrijwillig aan, maar die heb je niet nodig. Hé, ga je zijn terug, Bambi. Terug. Turn around. Dank u beleefd. Dan pak ik eerst even mijn... Heb er even bij en volgens mij moeten we hem oppassen dat die droge koeien hier zo komt. '51 is drachtig. Dat is die bonte die daar staat, die moet mee. En je moet kalven in op 4 oktober. Dus die, ik zoek ze hem uit en dan laten we ze hem overlopen. Die niet. Iets achteruit, dan ga ik het hek weer dicht kringen. Jongens, pas iets vroeg. Zeg maar. Hoe ik hem kalmte en beleid. Oh, ik hou hem niet te hard op jou. Ze moeten eerst even kijken. Eerst weer achteruit in plaats van vooruit. Kom maar, goed zo. Ja hoor. Dat is 1. En dat is 2. Oké. Dat ging mooi. Die matten zijn natuurlijk wat gladder. Maar goed, dat werd mooi. Ik zoek nog even voor de zekerheid kijken of er nog meer heb. En anders ruimen we de zooi weer op. Dacht ik, was ik al iets bang voor. Goed zo. Ja.
Dat is mooi gelukt. In totaal 4 bij de droge koeien ingedaan. Dus die krijgen ook een schoen van de droge koeien. Dus daar is ander soort mineralen erdoor. En bitter voer. Dus hopelijk een goede opstart. De collega's die wilden wel graag meer, maar ja, helaas. Not today. Waarom onze shovel zo smerig is. Deze stront is pinkenstront en is eigenlijk veel te dik om in de lagoon te laten lopen. Maar dan komt het hier en schuiven we normaal gesproken als het dunner is, schuiven we het hier in de afstort. En dan moet het daar via een buis gaat het naar de lagoon toe, die kant op. Maar dat is veel te dik. En nou ja, goede stalmest is ook nooit weg. Dus dit mengen we een beetje aan met het voerrest dat we overal natuurlijk. Mengen we. Ja, we scheppen het gewoon een beetje door elkaar in hoor. We doen echt veel bijzonders aan. Nou, kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Ho! En dan kom ik erachter dat ik de laatste videootje voor deze video niet heb opgenomen. Ik dacht van wel, maar blijkt dus niet zo te zijn. Dit is het einde van de video. En nou ja, zoals gebruikelijk zou ik zeggen, like, reageer en abonneer voor meer. Volg mij op Facebook en Instagram. En let's make farming great again.